Goedemiddag, dames en heren. Wat een grote zaal. Best indrukwekkend zo. Kansen voor iedereen. Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. En ik ben vandaag hier om uit te leggen wat dat betekent. Voor Nederland, voor de partij D66, maar ook voor mijzelf. Want u kent mij als de man van financiën, die altijd een beetje zuinig kijkt dat er geen geld is. Maar ik ben ook een stapelaar. Ik heb een hele bijzondere middelbare schoolcarrière gehad. Ik ben ooit begonnen op de MAVO en na mijn MAVO-diploma overgestapt naar 4 HAVO. Waarom? Ik was nooit zo geïnteresseerd in school. Leren interesseerde me niet zo heel veel. Maar in die 4 HAVO ging ik plotseling goede cijfers halen. En toen waren er allerlei mensen om me heen die zeiden, waarom ga je eigenlijk niet naar het VWO? En toen heb ik die overstap gemaakt, een hele uitzonderlijke overstap van 4 HAVO naar 5 VWO. Met de mogelijkheid om met mijn VWO-diploma naar de universiteit te gaan. En daar heb ik ook weer mijn diploma gehaald. En die... Ja, een kilo of 20 lichter. En die diploma's betekenen heel veel voor mij. Want die diploma's hebben mij kansen gegeven op leuk, uitdagend werk. Hebben mij een goed inkomen gegeven. Maar hebben ook gezorgd dat ik allerlei kansen heb gekregen in de maatschappij. Die ik ook weer door kan geven aan mijn kinderen. Omdat ik eenmaal een bevoorrecht mens ben. En... Mijn ding loopt vast. Sorry. Als ik terugkijk op mijn middelbare schoolcarrière, hangt heel veel af van toevalligheden, maar ook van aanmoedigingen en van kansen die het onderwijssysteem mij heeft geboden. De decaan van mijn middelbare school die zei, ja, van 4 HAVO naar 5 VWO is heel ongebruikelijk, maar waarom probeer je het niet gewoon? Die wiskunde B-leraar die zei, ik geef je een paar uur bijles in de week en dan haal je dat diploma ook wel. En een vader van een vriend van mij die zei, tuurlijk moet je dat proberen. Waarom pak die kans gewoon? Natuurlijk moet je het zelf doen. We zijn natuurlijk altijd vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Maar een beetje hulp van dit soort mensen en een beetje hulp van de school waar je op zit, is wel heel fijn om dit te realiseren. En daarom ben ik extra gepassioneerd om dat verhaal van kansen voor iedereen te vertellen. En ik ga wel een moeilijk verhaal vertellen, want ik heb allemaal grafieken meegenomen vandaag. Dus zeker de juristen en bestuurskundigen in de zaal moeten een beetje extra goed opletten. Maar ik wil beginnen met... Ik ben zelf heel blij dat ik die kans heb gekregen in Nederland. En ik vind ook dat we erbij stil moeten staan dat we heel veel goed voor elkaar hebben gekregen in Nederland. Want oud is niet langer synoniem aan arm. En alle Nederlanders hebben toegang tot goede gezondheidszorg. En je ziet ook dat bij ziekte en werkloosheid mensen recht hebben op een goed inkomen. En Nederland staat in heel veel top 10 lijstjes van gelukkigste, rijkste en gezondste landen in de wereld. En daar moeten we ook trots op zijn. Maar er gaat ook wel het een en ander mis. Er zijn problemen. We hebben het vandaag ook gehoord bij Steven van Wijnberg. Oudere werklozen komen er steeds lastiger tussen. Veel jongeren gaan van het ene tijdelijk contract naar het andere tijdelijk contract. En nog steeds 400.000 kinderen groeien op in armoede. Maar meer fundamenteel is dat ik me zorgen maak over de tweedeling. Tweedeling in opleidingsniveau, tweedeling in kansen op een baan en een tweedeling tussen mensen die wel en mensen die niet kunnen meekomen in de moderne samenleving. En daar moeten wij als sociaal-liberale partij extra oog voor hebben. Vandaar ook ons verkiezingsprogramma Samen Sterker, Kansen voor Iedereen. En daar maken we een omslag in. Een omslag van het achteraf compenseren van de achterblijvers naar het vooraf investeren in die kansen voor iedereen. En ik ga u vandaag vertellen hoe wij dat voor ogen zien. Maar eerst ga ik dus die plaatjes laten zien. Sorry hiervoor, moet even. Want wat vinden wij belangrijk? Onze andere richtingwijzer is beloonprestatie en deelde welvaart. En als je dan kijkt naar de inkomensverschillen in Nederland, dan zijn die al 20, 30 jaar beperkt. Daar zijn we trots op. Maar daar moeten we wel heel veel voor doen. En daar heb ik dit figuurtje voor meegenomen. Helemaal boven in het figuur ziet u het bruto inkomen. Dat zal maar zeggen, het inkomen wat mensen gewoon verdienen. En dan zie je dat er een groot verschil is tussen de laagste 20% en de hoogste 20%. De laagste 20% €7.000 per jaar. De hoogste 20% gemiddeld €89.500 per jaar. Dat is een fors inkomensverschil. Maar dan komt de overheid met progressieve belastingen, met premies, maar ook met toeslagen voor de onderkant. En dan zie je het tweede deel van het figuur dat het verschil al fors kleiner is geworden. Waar die oorspronkelijk een factor 12 zit tussen de laagste inkomens en de hoogste inkomens, is die na die herverdeling al fors teruggelopen naar 4 keer. Namelijk tussen €13.000 per jaar en €52.000 per jaar. Maar daarmee zijn we er nog niet, want ook de overheid herverdeelt via goederen en in natura, bijvoorbeeld via het onderwijs of via de gezondheidszorg. En dan zie je dat het verschil nog kleiner wordt. Dus van een oorspronkelijk verschil van 12 hebben we het teruggebracht naar een verschil van 2,5. En wat opvallend is, is dat deze verdeling eigenlijk al 30 jaar in Nederland constant is.
Maar, en er moet wel een maar bij, het wordt wel steeds moeilijker om het constant te krijgen. En daar heb ik nog een plaatje bij meegenomen. Is die zichtbaar? Wat je hier ziet is de ontwikkeling van het nationaal inkomen in de afgelopen 30 jaar. Maar je ziet ook de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen. En je ziet dus eigenlijk dat de economie harder groeit dan wat mensen overhouden in hun portemonnee. Daar zijn meerdere verklaringen voor, maar een van de belangrijkste verklaringen is dat we steeds meer gaan herverdelen. Steeds meer belastingen gaan heffen, steeds meer toeslagen gaan rondpompen, om die inkomensverschillen klein te houden. En dat heeft als econoom natuurlijk gewoon een verstorende werking. Maar het leidt ook tot chagrijn. Dat zie je niet alleen in Nederland, je ziet het ook in landen om ons heen. Omdat een steeds groter deel van de inkomensstijging wordt afgeroomd door belastingenpremies, bijvoorbeeld de zorgpremie of de pensioenpremie. En dat is denk ik ook deel een verklaring van het chagrijn in de westerse wereld. Je ziet dat de economie groeit, maar we merken er eigenlijk niks van in onze portemonnee. Even een tussenconclusie. 3 onderdelen. In Nederland herverdelen we het inkomen fors. Inkomensverschillen zijn klein en daar zijn we trots op. Ook als je internationaal vergelijkt. De tweede is, het herverdelen doet wel steeds meer pijn. Kijk naar alle discussies over toeslagen. Kijk naar de discussies over hogere belastingen. En de derde tussenconclusie. Er zijn signalen dat die tweedeling in Nederland steeds sterker wordt. Ook door economische ontwikkeling en globalisering. En daarom vinden wij het ontzettend belangrijk dat er meer nadruk komt op kansen. Heel veel kansen voor iedereen om vooraf te investeren. En daar ga ik u nu meenemen in een illustratie. Dan heb ik een volgend plaatje. Want als econoom heb ik het altijd over menselijk kapitaal. En het menselijk kapitaal is veel meer dan alleen het IQ. Veel meer alleen maar dan kennis, vaardigheden. Het gaat ook over het netwerk waar je opgroeit. Het sociaal kapitaal. Het gaat over, ben je gezond? Het fysiek kapitaal. Het gaat ook over, sta je met zelfvertrouwen in de wereld? Je mentaal kapitaal. En denk even met mij mee. Want wat zien wij in de praktijk? Hoogopgeleid zoekt steeds vaker een partner die ook hoogopgeleid is. Met als gevolg dat kinderen van die hoogopgeleide heel veel kennis, kapitaal, meestal, krijgen bij geboorte. Maar die twee hoogopgeleide ouders, die blijven ook allebei werken, want die hebben een goed inkomen. Dus die blijven werken. Dus die kinderen gaan naar de kinderopvang. En op die kinderopvang leren jonge kinderen, of vanaf hele jonge leeftijd, taal, rekenen, maar ook heel veel sociaal kapitaal. Namelijk omgaan met andere kinderen, spelen in de wijs. Ze komen dus met een voorsprong op de basisschool. Basisschool waar heel veel hoogopgeleide ouders juist de vergelijkingswebsite afstruinen, op zoek naar de school met de beste CITO-scores. Dus doods ga je een beetje omrijden om naar die Montessori-school te gaan of naar die Dalton-school. En misschien heb je ook een iets hogere schoolbijdrage, maar dat heb je over voor je kind, omdat die gewoon een hogere CITO-scores hebben. En dan gebeurt er nog iets opvallends, daar heb ik weer een plaatje van meegenomen. Wat je ziet is, op het moment dat kinderen van de basisschool gaan naar het voortgezet onderwijs, gebeurt iets interessants. Dat is het volgende plaatje. Je ziet namelijk dat kinderen met arme ouders, gemiddeld genomen, een lager schooladvies krijgen dan de CITO-toets uitwijst. Terwijl het voor kinderen van rijke ouders, wat vaak samenhangt statistisch met opleiding, juist leidt tot een hoger schooladvies. En daarmee zie je dat een verschil wat begint al heel vroeg, eigenlijk steeds groter wordt gedurende die werkzame leven. Die verschillen in kapitaal cumuleren als het ware. Telt er ook nog eens bij dat heel veel hoogopgeleiden een beter netwerk hebben. Kans op stage mogelijkheden, dat soort dingen. En je ziet dus dat die kleine verschillen in het begin groter en groter worden. En zeker omdat het lastiger is om te stapelen op het onderwijs, zoals ik heb gedaan, op dit moment in het onderwijs, is het heel moeilijk om die verschillen, zal ik maar zeggen, te corrigeren. En zo'n hoge opleiding werkt een heel leven door. Want een hoge opleiding is een grotere kans op een hoger inkomen. Een hogere opleiding betekent meer kans op een vast contract in plaats van een flexibel contract. Een hogere opleiding betekent een beter netwerk. Maar ook door dat vaste contract een grotere kans op een koophuis. Maar ook een betere pensioenopbouw. Of een werkgever die investeert in opleidingen tijdens je werkzame leven. Zodat je heel je leven actief kunt zijn op de arbeidsmarkt vanwege je menselijk kapitaal. En bovendien weten we uit statistieken dat hoger opgeleiden ook gemiddeld 7 jaar langer leven dan mensen met een lagere opleiding. 7 jaar. Dat is heel fors. Mensen bouwen ook meer vermogen op gedurende hun leven. Vermogen in het huis, in het pensioen, in spaartegoed. En dat leidt uiteindelijk tot hogere erfenissen. En waar komen die terecht? Bij de kinderen en kleinkinderen. Waarom vertel ik dit allemaal? We hebben dus een omslag van
achteraf herverdelen of compenseren van de achterblijvers, naar het vooraf investeren in kansen. En dat begint natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, bij het onderwijs. Van nazorg naar voorzorg. Mag ik die sheet hier? Want wij streven naar een excellent onderwijs voor allen. En dat betekent 2 dagen kinderopvang voor iedereen. Ook voor de kinderen van ouders die niet werken. Juist ook om die kinderopvang bereikbaar te houden. De kwaliteit van het middelbaar onderwijs, het beroepsonderwijs moet omhoog. Betere salarissen van leraren, meer opleidingsuren. Maar ook meer tijd om het les voor te bereiden. Wij vinden dat de klassen kleiner moeten. Maximaal 24 leerlingen per klas. Zodat de leraar ook meer tijd en aandacht heeft voor het kind in de klas. Het moet weer mogelijk worden om diploma's te stapelen. Zoals ik mijn carrière heb gedaan. Dat het gewoon makkelijker is om in je middelbare schoolperiode door te stromen. En we vinden het ontzettend belangrijk dat mensen blijven investeren in hun menselijk kapitaal gedurende het leven. Dus om her- en bijscholing, ook als je al lang van die school of de universiteit af bent. En ja, dit kost geld. En als financieel woordvoerder bloedt mijn hart. Heel veel geld. Maar het is een absolute prioriteit voor D66 om dat geld ook vrij te maken de komende periode om hierin te investeren. En dat het ons menens is, hebben we ook bewezen de afgelopen jaren. Want zelfs in de grote economische crisis hebben we ervoor gezorgd dat er 500 miljoen euro per jaar extra beschikbaar kwam voor het basisonderwijs bij het herfstakkoord. Daar ben ik nog steeds heel trots op. Tweede punt is een eerlijke kans op een baan. U heeft net de discussie hier gevoerd met Steven van Weyenberg, Jan Paternotte en de 2 hoogleraren. En je ziet dat werk de sleutel is voor ontplooiing, voor eigenwaarde en voor controle over het eigen leven. Daarom, naast het onderwijs, moeten we ook investeren in een betere werkende arbeidsmarkt. En dat begint met lagere lasten op arbeid. Alexander heeft dat gisteravond, of gisteren ook in de krant gezet. Wij willen de belastingen op arbeid fors verlagen. Waarom? Eerste plaats, werken moet gewoon lonen. Mensen moeten profiteren van het economisch herstel, moeten het voelen in hun portemonnee. Maar het is ook goed voor het aantal banen in Nederland. Want naast de belasting op arbeid voor mensen, verlagen we ook de last op arbeid voor werkgevers. Zodat het voor die werkgevers, zoals ook net de hoogleraar zei, aantrekkelijk wordt om mensen aan te nemen. Zodat er meer banen ontstaan. En we moeten iets doen aan die dreigende tweedeling tussen vast en flex op de arbeidsmarkt. Nou, daar hebben we net uitgebreid over gesproken, daar ga ik hier niet te lang bij stilstaan. Maar je ziet gewoon dat mensen met een tijdelijk contract na 2 jaar ontslagen worden. Omdat ze anders een vast contract moeten krijgen. En de paradox is dat die regelingen die mensen moeten beschermen, zoals het ontslagrecht of zoals de loondoorbetaling bij ziekte, juist in de praktijk uitwerken dat mensen worden buitengesloten. En als sociaal-liberale partij vinden we dat onbestaanbaar. Dus een contract voor de onbepaalde tijd wordt het uitgangspunt. En werknemers bouwen vanaf dag 1 een ontslagvergoeding op. En die risico's voor die werkgever, die loondoorbetaling bij ziekte bijvoorbeeld, waar het ook net over ging, maken we kleiner, zodat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt om mensen aan te nemen. Zodat iedereen een eerlijke kans heeft op een baan. Maar daarmee zijn we er nog niet. Punt 3 van de agenda gaat over de woningmarkt en de pensioenen. Want een eigen huis is ontzettend belangrijk voor veel mensen. En helaas zijn er nog steeds hele lange wachtlijsten. Wij willen de komende jaren 100.000 extra sociale huurwoningen realiseren. Corporaties hebben vermogen in kas om ook echt te investeren in die woningen. 100.000 euro, 100.000 woningen, betekent ook gewoon dat de komende jaren echt fors bijgebouwd moet worden om die wachtlijsten weg te werken. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want in heel veel grote steden zien we ook dat heel veel mensen een te hoog inkomen hebben voor een sociale huurwoning, maar een te laag inkomen of te veel onzekerheid hebben voor een koopwoning. Dus die vallen tussen het wal en het schip. En daarom moeten er 80.000 middenhuurwoningen worden gebouwd de komende jaren. En we gaan verder met de hervorming van de hypotheekrenteaftrek. Over de pensioenen, dat is een veel te complex onderwerp om in 1 minuut te behandelen, maar ik ga het toch doen. Het huidige stelsel voldoet gewoon niet meer aan de tijd. We moeten ontzettend oppassen voor een generatieconflict. Dat oud wordt opgezet tegen jong, over indexatie of over het stelsel. En ons huidige stelsel heeft ook elementen van perverse solidariteit. Want, wat ik net al zei, hoogopgeleiden leven gemiddeld in Nederland 7 jaar langer dan mensen met een lagere opleiding. En dat leidt in de praktijk toe dat de medewerker van de reinigingsdienst betaalt mee aan het pensioen van de hoogleraar. Dus ook daar zullen we een stap moeten zetten om het pensioen te veranderen. We willen naar individuele pensioenpotjes samen uitvoeren, risico's delen, maar wel individuele potjes. En pas op, dit is een proces van lange adem. Dat is niet van vandaag of morgen gerealiseerd. Dat is echt een agenda voor de komende 10 jaar. Dat geldt voor het onderwijs, dat geldt voor de arbeidsmarkt en dat geldt ook voor de woningmarkt en de pensioenen. Ik kom tot het slot. Er moet nog ontzettend veel gebeuren. En Nederland is echt niet af.
om die kansen in Nederland eerlijker te verdelen en eigenlijk voor iedereen de kansen te vergroten. In het onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt en bij de pensioenen. En als je dan kijkt naar Klaver, Asscher en Roemer, die kijken maar naar één deel van het verhaal. Alleen maar naar het herverdelen. En natuurlijk, we zullen ook moeten herverdelen. Maar ik hoor elke dag in de campagne, de rijken gaan dit betalen, de bedrijven gaan dit betalen. En eerlijk gezegd, dat vind ik oud-linkse retoriek. Oud-linkse retoriek, omdat daarmee de risico's en solidariteit in de samenleving groter worden. Maar ook de groei en de banen in de waagschaal worden gezet. Maar vooral, het is een doekje voor het bloeden. Want het miskent de grote bewegingen in de wereldeconomie, die gaan over kennis, over globalisering. En hoe zorgen we ervoor dat we mee kunnen komen in die veranderende wereld. Daarom heeft D66 de progressieve agenda voor Nederland. Op het onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt en op de pensioenen. En dat is gericht op eerlijke uitkomsten en vooral gericht op meer kansen voor iedereen. En persoonlijk, ook gegeven mijn achtergrond, vind ik dit de grote uitdaging voor de komende jaren. En doe mij alsjeblieft, u allen 1400 in deze zaal, een groot plezier. Vertel dit verhaal over het onderwijs, de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de pensioenen aan uw buren, aan uw vrienden, op de voetbalclub en juist ook de komende week. Waarom het heel sociaal is om deze agenda te omarmen. Want we moeten echt een omslag maken van het naar vooraf investeren in plaats van het achteraf compenseren. Dank u wel voor uw aandacht.